Ik ben in Gillette, een klein dorpje onder de rook van New York. Ik sta hier bij het Klokhuis, een Nederlandstalige school, de grootste van Amerika. Nederlanders hier willen vastklampen aan hun Nederlandse cultuur. Ze willen niet ver-Amerikaniseren, vasthouden aan de Nederlandse gedachtegoed. Ik ga kijken hoe ze dat hier doen. Kijk mee. Ja, ik ben wel een echte oude, echt een oude juf. Hè, die gewoon een ouderwetse juf. Ja, maar heel tucht en. Van, ja. 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 Deze kinderen die spreken dus van huis uit dus Nederlands. De meeste wel. En buiten Engels. En buiten, ja, ze gaan naar een Amerikaanse school overdag. Ja. Maar die spreken dus overdag altijd Engels. Buitenschool Engels op de sporten. En ja, dan komen ze bij ons en dan moeten ze dus Nederlands praten. En ze vinden het belangrijk dat ze ook de kinderen met opa en oma nog kunnen blijven praten. Met neven en nichtjes die allemaal natuurlijk in Nederland wonen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een beetje zoals ik als Marokkaan in Nederland wonen. Dat ik in de weekend de Arabische les heb gehad. Precies. En de Koranles en zo. Dan hier want dat, dat zijn jouw roots en die wil jij. Dat jouw ouders, neem ik aan, wilden dat graag voor jou bijhouden. Klopt, want als ik terug naar Marokko ging, dan wilden ze dat ik ook met mijn opa en oma kon praten. En, ja. Abdullah is een Marokkaanse jongeman uit Dordrecht die een baan in New York aangeboden heeft gekregen. Hij woont er nu al iets meer dan 6 maanden. Ik vroeg maar af hoe het is om als Marokkaanse Nederlander ineens in Amerika te wonen. Met wat voor gevoel heeft hij Nederland verlaten? Was je er nog toen wilde ze gilden minder. Ik denk dat het een paar weken voordat voor mijn vertrek was. Ja? Ja, dat was wel heftig. Ja, je vond je het heftig? Ja. Ik kan vaak op die man lachen als ik hem wel eens zie op de tweede. Maar toen? Maar de laatste periode, hier heeft hij wel een grens overschreden. Toen naar Amerika ging, had je zoiets van, eindelijk opgerot uit het land of even wat anders? Nee, helemaal niet. Nee joh. Ik zou het fijn vinden om in een land te zijn waarbij een achtergrond gewoon niet speelt. Snap je wat ik bedoel? Ja, nou dat is hier wel het geval. Ja. Dat durf ik wel te zeggen. Het speelt niet op de werkvloer, het speelt niet op straat. Niemand is ermee bezig. Als Nederlanders komen te overlijden hier in Amerika, waar worden ze begraven? Goeie vraag. Ik ken nog maar één Nederlander die zeg maar als expat hier naartoe gekomen is, dat die overleden is. Ja. En die is in Nederland begraven. Twee ken ik inderdaad. Die zijn allebei in Nederland begraven. Want wij worden teruggevlogen naar Marokko. Omdat jouw ouders dat willen of omdat je dat zelf? Je kan wel in Nederland begraven worden, maar dat doet niet. 99% gaat... Is dat zo? Ja, zeg zo. Ha, ik ben nou in de 50. Ja. Nu denken we van dat onze kinderen zijn hier natuurlijk helemaal grootgebracht. Ja. Dus ik denk dat ik hier wel begraven zou willen worden. In Amerika dus? In Amerika. Zorgt ervoor dat argument een goed geformuleerd zijn. Ik zie dat jullie dus veel waarde hechten aan het feit dat jullie kinderen nog een Nederlands gevoel willen meegeven. De Nederlandse taal, de Nederlandse tradities. Ja. In Nederland, als wij Marokkanen dat doen, dan wordt er eigenlijk een soort van op neergekeken. Ons kijken ze erop aan. Ja. Maar ik weet zeker dat ze het bij jullie wel leuk zouden vinden. Kijk, die Nederlanders leuk aan hun Nederlandsheid vastklampen. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat je je eigen cultuurgevoel bij je houdt. Het gevoel wat jouw ouders jou mee willen geven. Het is toch je land waar je vandaan komt. En ik vind er dus niks mis mee dat je dat vast wilt houden. Dus het is jammer dat dat in Nederland dan toch niet gebeurt. En dat je dus minder geaccepteerd wordt. Maar ik zie overal hoeka staan. Ja, klopt. Dat is het Amerikaanse woord. Het is het Engelse woord. Voor wat? Voor een waterpijp. Hoeka? Ja. Hoe zeggen ze dat in het Amerikaans? Hoeka? Hoeka lounge. Hoeka lounge? Ja. Ja, serieus? Ja. El-Iman Mosque. Ja, klopt. Die zit hier ook op Steinway. Maar als ik in het weekend of in de Ramadan, met Lamorbe, wat dan ook, sowieso hier. Oké, veel Marokkanen hier? Ja. In de Ramadan zitten hier gewoon 200-300 man te eten. En dat zegt voor mij genoeg dat daar geen gezinnen achter zitten. Dat zijn Zwafria of wat? Ja, het zijn Zwafria die hier naartoe zijn gekomen om te werken en om een bestaan op te bouwen. En het is een vrij jonge gemeenschap. Ik denk dat het nu tijd is voor een Marokkaanse bakje thee. Dat wel, hè? Ja. Little Morocco, daar gaan we heen. Alleen de naam trekt mij al aan. Yalla, we gaan even een rondje maken. Wat is jouw naam? Marijn. Klinkt volgens mij voor Amerikanen niet heel makkelijk. Nee. Wat is jouw Amerikaanse naam? Meringue. Meringue? Ja. Echt? Ja. Meringue. Ja. Cultuur. Geven jullie dus nog echt typische culturele Nederlandse en Belgische dingen mee? Of? Ja, Sinterklaas. Ja, echt Sinterklaas? Ja. Gewoon 5 december? Gewoon? Ja, dat vieren we. Ja, serieus. En dan komt er ook achter Sinterklaas hier? En, ja? Ja, die komt echt. Oké. Okay. Op dit moment is in Nederland de discussie over de Zwarte Piet. Die hebben jullie vast wel meegekregen hier. Ja. Is er hier ook een Black Piet? Nee, we hebben hier een Rainbow Piet. Ja? Ja. Dat kan hier natuurlijk... niet. Nee, dat kan hier niet. Nee.
Ik heb ook heel veel discussie gehad met mijn Nederlandse familie en vrienden over Zwarte Piet. Ik vind persoonlijk dat als daar mensen last van hebben dat er een Zwarte Piet is, vind ik dat je daarop aan moet passen en respect moet hebben voor de mensen die daar last van hebben. Hoeft niet van vandaag op morgen. Je kan een overgangspiet. Overgangspiet, de rainbowpiet hebben. Interimpiet. Ja, interimpiet. Als het niet te duur is. Alleen. Hè? Dat blijft Nederlanders. Wij vallen onder de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland. En dat is een stichting die onder het ministerie van Onderwijs en Cultuur valt. Ja. En daar hebben wij tot afgelopen jaar altijd subsidie voor gekregen. Dus Nederland stimuleert eigenlijk Nederlands in het buitenland, ja, om aan hun Nederlandse roots taal vast te houden. Ze ondersteunen het, want een heleboel van die Nederlandse kinderen keren op een gegeven moment terug naar Nederland. Maar Nederland zorgt er dus voor dat die band, dat die blijft. Ja. En daar hebben ze ook beleid voor. Ja. Het grappige is dat in Marokko heb je ook een orgaan. Dat zorgt voor Marokkanen in het buitenland. Okay. Dat doet ook dit soort dingen. Van alles dat je die probeert. En dat orgaan wordt altijd door rechts Nederland altijd enorm hard aangepakt. Van ja, bemoeienis vanuit Marokko. Hebben niks te maken met Nederland. En dit is exact hetzelfde. Ja, ja, dat is wel. Is waar. Ja. 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 Ja, jammer, maar... Ja, Nederland. Dit is gewoon met twee maten meten gewoon, ja, dit. Nederlanders die vasthouden aan hun cultuur, kosten wat het kost hun kinderen Nederlands en Sinterklaas meegeven. En in Nederland ben ik niet goed geïntegreerd omdat ik de Marokkaanse en islamitische waarden nog hoog heb zitten. Marokkaanse theetje zetten voor het echi? Ja, we gaan het even proberen. Even kijken hoe die New York-stijl. Abdullah zit lekker in New York aan zijn theetje en mag even lekker ontsnappen aan de Nederlandse negativiteit rondom zijn afkomst. Mijn reis naar Amerika heeft mij laten zien dat Nederland toch maar een kneuterig en bekrompen landje blijkt te zijn.